Rage in LVM. Ik heb hier twee schijven. Ik kan die formateren als Linux Auto Rate. In F-disk. Alle twee. En dan kan ik die combineren. Door NMD admin kan ik die combineren tot één rate device. Dat wordt dan bijvoorbeeld MD0 als rate device. Zoiets kan je formateren als je wilt. Dus een rate device kan je gewoon zeggen van ik ga dit formateren als een X4 partitie en dan kan je die mounten en gaan gebruiken in je systeem. Dat is een mogelijkheid. En dat geeft u niet zo de dynamische mogelijkheid van LVM om dingen uit te breiden. Dus kan je in plaats van direct te gaan formateren, kan je ook zeggen ik ga dit definiëren als een physical volume. Dus vanaf dat dit een physical volume is, dan kan je een volumegroep daarop definiëren. En dan kan je dus zelf partities aanmaken binnen die op die volumegroep van de gekozen grootte en die heten dan logische volumes. Een logisch volume kan je dan weer gaan formateren met F-disk. Dus bijvoorbeeld één logisch volume voor mijn slash home en een logisch volume voor mijn gewone slash voor de rest van mijn systeem. Nu kan het zijn dat je op een bepaald moment weer moet uitbreiden. Ik kan bijvoorbeeld ook met een hele RAID gaan uitbreiden. Dus ik heb koop mij twee extra schijven erbij en die ga ik weer als RAID configureren. Dat wordt dan MD1 als RAID systeem. Ik kan dan weer gaan zeggen dit wordt een physical volume. De bestaande volumegroep gaan we dan uitbreiden. We gaan die uitbreiden zodat die eigenlijk de hele schijf, de twee RAIDs samen gaat bevatten. En op die manier kan ik eigenlijk mijn bestaande logische volumes die ik heb en geformateerd heb, kan ik die eigenlijk gaan uitbreiden. Kan ik bijvoorbeeld gaan zeggen van dit logisch volume, dan wil ik een beetje groter gaan maken. En ik kan dan ook met een resize to fs kan ik gaan zeggen en ik pak dit hele logische volume er extra bij om dus extra plaats te krijgen. Dat is de manier waarop je dus de RAID kan uitbreiden.